Uitleg leerjaar 3, hoofdstuk 6, paragraaf 4, jongeren en vrouwen aan zet. We hebben de vorige paragraaf 6.3 gekeken naar de wederopbouw van ons land. En we hebben al gezien dat er een aantal zaken gaan veranderen op het gebied van jongeren en natuurlijk ook op het gebied van vrouwen. Want we krijgen nozems, provo's, hippies en ook de, het traditionele rol tussen een man aan een vrouw gaat toch langzaam veranderen. We zijn aangekomen bij kenmerkende aspect 48, de toenemende Westerse welvaart, die vanaf de jaren 60 van de 20ste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. Met andere woorden, dankzij de welvaart in de Westerse wereld kon er het een en ander in de samenleving gaan veranderen. Nou, wat veranderde er nou in de jaren 60 door de jongeren en natuurlijk de vrouwenbewegingen? Moeten we eerst weten waarom ontstaat er eigenlijk uh, er een jeugdcultuur? Welke redenen zijn er van te vinden? Wat veranderde er in Nederland door de opkomst van de jeugdcultuur? En wat waren de resultaten van de tweede feministische golf? De eerste die hebben we al uh, vorig jaar behandeld als we gaan kijken naar het verkrijgen van het kiesrecht. Heel erg belangrijk is voor de dames als je nog wat feminisme hebt. Nou, die oorzaken voor de opkomst van de jeugdcultuur is eigenlijk dat ze zich gaan onderscheiden ten opzichte van de oudere generatie in kleding en muziekkeuze. Maar hoe kan het nou dat dat plaatsvindt? Nou, heel simpel. Die jeugd had veel meer vrije tijd. Het was kortere school en kortere werkdagen. En ze hadden door die groeiende welvaart veel meer geld om uit te geven. Ze werkten vaak nogal eens in de supermarkt of een andere zaken, hielden dus geld over en konden daar dan weer luxe producten van kopen. Denk bijvoorbeeld in de jaren 60 aan brommers. Poegjes, die waren heel erg modern in die tijd. Dus ze hadden gewoon veel meer geld om, uh, om uit te geven dan de ouders ooit gehad hadden toen zij die leeftijd hadden, toen zij dus in de tienerjaren waren. Daarnaast hadden ze behoefte aan een eigen identiteit. Dus ze wilden namelijk laten zien: dit zijn wij, dit vinden wij belangrijk. En ze hebben eigenlijk geen zin meer in ja, het, het, het ouderlijk gezag. En toen ook helemaal niet meer in de kerk. Dat was uh, nap dan, dat hoorde eigenlijk allemaal niet meer bij. Door de babyboom zijn er heel veel jongeren in de jaren 60. Hè. Tussen 1944 en, uh, 1945 en 1955 worden zo'n 2,4 miljoen kinderen geboren. Nou ja, uh, reken maar uit dan. Dan zit je dus in de jaren 60, heb je er een hele hoop tieners bij lopen. En die tieners die, um, kunnen het ook steeds meer doorleren. Worden hoger opgeleid, hebben meer zakken, dus meer vrije tijd. En wat nog heel belangrijk is, dat hebben we in de volgende paragraaf gezien: die Amerikanisering die moet je niet onder stoel of banken steken. Want alles was erop gericht. Het is een nieuwe groep, een nieuwe bron die je kan aanspreken. Ja, daar kun je dingen aan verkopen. Zaken die natuurlijk gewoon gezond zijn. Denk aan een leuke spijkerbroek kopen. Denk aan het uh, verkopen van plaatjes van de Beatles, van de Stones, van aanvante uh, artiesten. Maar ook dingen die misschien wat minder goed zijn. Coca-Cola als je te veel cola is ook weer niet goed voor je. Maar nog slechter natuurlijk sigaretten. Het werd gewoon modern. Het hoorde er gewoon bij. Sigarettenroken was allemaal geen probleem. Dus wat krijg je dan door die babyboom tussen 1945 en 1955 ongeveer? En dan krijg je dus dit: hè? een beetje zo'n zo, zo wallpaper aan de zaken. De Beatles zijn beroemd. Ah, je moet uh, Lucky Swikes uh, uh, drinken. Want zelfs de doktoren zeggen dat het minder irritant is voor je keel. En uh, je kan uh, bes, je bent beschermd tegen een irritante, tegen de uh, rokershoest. Ja, doktoren prijzen het aan. En je moet Coca-Cola drinken. Dat is echt wat voor jou. Je moet de Levi's de spijkerbroeken dragen. Want die komen uit de goudzoekersvoort die vroeger in Amerika werkten. En je moet natuurlijk je poegjes hebben. Die moet je op rondrijden. Of je zoendrapjes, je kruilertjes. Nou, verzin het allemaal maar. De jongeren werden echt aangespoord door die Amerikanisering. Uh, omdat ze zich eigenlijk wilden onttrekken aan dat gezag van ouders. En die ouders waren natuurlijk heel erg bang... Dat ze het gezag over de jeugd aan het verliezen waren. En ja, dat was ook zeer terecht. Want als je dat tegenover elkaar zet, die oudere generatie, en dan wat we noemen de protest of jongere generatie, dan krijgen we dus dit te zien. Die ouders die hebben de economische crisis en natuurlijk die Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Die protestgeneratie, die jongere generatie van de jaren 60, dus niet. Die waren, de, waren geboren na de Tweede Wereldoorlog. Het waren de babyboomers. Nou, die oudere generatie, het waren vaak docenten, politici, professoren, nou verzinnen het allemaal maar. En die protestgeneratie, dat waren of scholieren op de middelbare scholen... ...of dat waren studenten in het hoger of universitair onderwijs. Die oude generatie was nogal bang voor het communisme. Terwijl die protestgeneratie dus had van... ...jongens, dat zijn we moeilijk aan het doen? Die Vietnamoorlog moet stoppen. Weg met die milieuvervuiling. We moeten de woningnood oplossen. Die consumptiemaatschappij moet eigenlijk. Dat hele koningshuis staat, staat ergens. Dat, dat is gewoon onzin. Wat moeten wij daar nog mee? Met andere woorden... ...die oudere generatie wilde verzuiling aanhouden. Dus de verdeling van die samenleving in die uh, groepen... En die protestgeneratie, die wil juist die uh, ontzuiling liefst verminderen, maar nog beter verwijderen. En we hebben die verzuiling gezien in de vorige uh, paragraaf, maar ik haal het nog een keertje even bij. Dat is dus dit, hè, dat je in een, een zuiltje Bij jij, een liberaal persoon, dan lees je de Telegraaf, dan kijk je of luister je naar de AVRO. Nou, bij de socialisten is dat het Parool en de VARA, Volkskrant, Karo, het Trouw. Nou, je, je snapt het allemaal wel. Dus de oude generatie wil hieraan vasthouden dat dit is eigenlijk de basis, het fundament van de Nederlandse samenleving. Terwijl de jeugd zegt, nee, dat hebben geen zin in. Wij, wij willen wat anders. We willen niet in een van die zeilen horen. Wij, wij hebben hier geen zin in. En de eerste keer dat je dat echt langzaam ziet opkomen, dat is de brommere jeugd. Je had een eigen kledingcel, een vetkuif, spijkerbroeken, leren jacks. En luisterde onderhandigen naar Elvis Presley, de Nozems. En die no Nozems, hij was bijna de dijkers van de Nieuwe Dijk. En ja, de rock'n'roll was echt wel uh, um, het ding van uh, de Nozems. Hadden echt interesse in brommeracers en moesten rondhangen op straat. En uh, hadden een heel opvallend uiterlijk natuurlijk. Hè, die vetkuif, laarsjes hadden ze ook aan. Het is op de foto helaas niet zo goed te zien, maar ze hadden laarsjes aan. En de meisjes hadden zo'n suikerspin kapsel. Nou, zo'n suikerspin van de uh, kermis hebben, uh, op hun hof hebben gezet. En droegen dan naaldhakken. Dat was in die tijd heel modern. En Elvis Presley was daar een voorloper van. Maar dat hij bijvoorbeeld met zijn, met zijn dansmoves kwam. Nou, dat vond die, vond die oude generatie helemaal niks. Camera's opzoeken naar Jailhouse Rock via YouTube. Dat kun je heel makkelijk vinden. In die tijd, joh, dat was gewaagd. Want hij was met zijn heupen aan het zwingen en het zwiegen. En die, die oudere generatie die vond dat helemaal niks. Want dat deed denken aan het beweging van de heupen. wat men in de slaapkamer allemaal deed. En dat was allemaal niet de bedoeling. Dat moest je allemaal niet laten zien op de televisie. Ben jij gek? Moet het allemaal netjes houden? En die nozems dus zoiets van: ja, jongens, we maken eruit. Dat is een van de eerste jongere groepen, jongere jeugdculturen. die wij. Um, in Nederland uh, hebben gezien. En ze reden voornamelijk uh, rond op die uh, brommetjes, die poegjes, zoendapjes, kruilertjes. Ja, fantastische uh, brommetjes om te zien. Tegenwoordig is dat natuurlijk uh, vintage, zoals het mooi heet. Ze rijden nog rond. Je hebt nog van die brommerclubs waarin je dan de jeugd van toen op uh, die brommers ziet rondrijden. En zijn trouwens, de hele oude modellen zijn best wel wat geld waard tegenwoordig. Nou, in de jaren 60 krijgen we dan de Provo's na nou, het woord provoceren. En die uh, hadden eigenlijk weinig zin. Uh, in milieuvervuiling, uh, in oorlog, in die wapenwetloop, die in die uh, Koude Oorlog natuurlijk uh, flink uh, losbarsten. Die woningnood vonden ze niks. Uh, ze wilden meer inspraak in de politiek of op de universiteit. Ze wilden gewoon, met andere woorden, iets te vertellen hebben. Want ze hadden er geen zin meer in. En vanaf 1965 zag je dat dan heel hard uh, opkomen. En dat heeft zo'n twee, drie jaar geduurd. Ze hebben een heel oplossingsgericht idee. Bijvoorbeeld het witte fietsenplan. Dat wil zeggen, nou, uh, we willen. Die milieuvervuiling tegengaan. Dus wat gaan ze dan doen? Nou, fietsen uitdelen. Witte fietsen waar gewoon wit ge ge gekalkt. En dan kon je dan gratis op, uh, op rond fietsen. Deden ze ook met de woningnood. Hadden ze het witte huizenplan. Nou, uh, huizen voor een gedeelte witvaar. En dan kon je dan uh, nog gaan wonen. Heel simpel. En ze dagen het gezag. Want daaruit komt het woord provoceren. Provos ook voort. Met een aantal uh, ludieke acties. Ze gingen bijvoorbeeld op. Uh, ze avond op een plein, uh, plein in Amsterdam. Op pleinen in Amsterdam. Happenings houden. En dat was altijd, het liep vast. uit in, uh, ja, in Relletje. Je ziet ook het fotootje uh, links onderaan, waarbij je uh, die happening ziet. En dan uh, is de politie die uh, vraagt niet om weg te gaan. Nu, nee, nu krijg je gewoon klappen. Daar zijn beelden van, uh, die staan op YouTube, of anders moet je ze even goed gaan, uh, gaan googelen. Bij de uh, publieke omroep bij uh, NPO 123. Daar vind je nog uh, documentaires terug over die provo's uh, onder andere. En dan zie je de, de beelden terug uit de jaren 60 die men toen geschoten heeft. Ja, dat waren tegenwoordig, zouden we zeggen, oeh, dat is politiegeweld, onge, ongeoorloofd politiegeweld. Nou, toen was het heel normaal. Wil je niet luisteren, dan kreeg je natuurlijk ja, met de lange arm van de wet te maken. Muziek die zij interessant vonden, waren onder andere protestlieden van Bob Dylan, Times Are Changing, of van Boudewijn die Groot, Welterusten, Meneer de President, een nummer dat gaat over de Vietnamoorlog. De Stones, Gimme Shelter, dat is ook zo'n hele mooie plaat waarin je echt een hele hoop dingen hoort van, ja, we zijn het er niet eens maar we, we hebben angst, het moet gaan veranderen. Nou, zorg ervoor dat het beter gaat. En ze hadden opvallende uiterlijken, maar met name uh, spijkerpakken, dus volledig in het spijkerpak, uh, gehuld. Um, ze vinden het natuurlijk uh, leuk om dat te doen. Ze demonstreren uh, ook tegen de aanwezigheid van Amerika natuurlijk uh, in Europa, in de Vietnamoorlog, tegen de Koude Oorlog. Um, en dat zie je terug in Amerika, dat zie je terug in Duitsland, dat zie je terug in Engeland, dat zie je terug in Frankrijk. Um, eigenlijk, die provo dat provoceren is niet iets per definitie van Nederland we hebben natuurlijk wel een beetje aangepast aan onze situatie. Want we hadden natuurlijk dankzij die babyboom. Uh, woningtekort. Hè? Als op een mensen. Uh, oud genoeg zijn. Uh, een leuk baantje hebben. dus een huis kopen. Maar dat was er dan vaak niet. Dus er waren te weinig woningen. Nou, Dat probeerden ze dan op te lossen. Dankzij, dat, uh, uh, dankzij die Witte Woning. of dat Witte Fietsenplan. Milieuvervuiling tegengaan. Dat vonden ze toch al een, een heel goed idee. Helemaal aan de andere kant van uh, die Provo's. stonden de hippies. Flower Power. vanaf 1965, tot ongeveer eind jaren 70. Heeft die, uh, hebben die feministen rondgerend. En die zijn namelijk meer geweldloos. Pacifisme noemen we dat. Die willen met andere zaken proberen in het een en ander uh, te regelen. Zij willen juist geen confrontatie met de samenleving. Dat willen die provo's wel. Uh, provoceren, uitdagen met andere woorden. En ze zijn nogal wel idealistisch. Uh, geen kapitalisme meer. Dat uh, consumptiemaatschappij moet weg. Seks moet prima zijn. moeten communes, dus groepen kunnen oprichten... waar we zelf in uh, wonen en werken... En ze willen eigenlijk uh, ja, met die samenleving weinig van doen hebben. Ze zeggen vaak, het zijn drop-outs. Nou, um, ze vinden het niet erg om een aantal uh, geestverruimende middelen te gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld uh, die meneer links heel erg uh, chill zitten. Daar staat, um, acid kun je kopen voor een dollar. Dat is dus niks anders dan uh, drugs. Um, waar je lekker op uh, gaat trippen. Dat vonden die hippies heel normaal. En dat kwam ook door de cultuur uit het oosten. Hè? Met de oosterse cultuur, daar was drugs ook nogal um, normaal. Nou, lekker even trippen, lekker even spacen. Um, Muziek, ook daar hoor je heel veel protestliederen. Ook van Bob Dylan. Uh, Armand, ben ik te min bijvoorbeeld. Jimi Hendrix was daar heel erg uh, een groot voorbeeld van. Die bijvoorbeeld het Amerikaanse volkslied um, vernachelde op zijn gitaar. Vond ze helemaal niks. Ook de Doors die brachten uh, protestnummers uit. Over het reilen en zeilen in, uh, in die tijd. Muziek was vaak psychedelisch van, uh, van aard. Waarom? Op het moment dat jij een uh, pilletje pakt. Of je pakt LSD. Of je pakt uh, paddo's of wat dan ook. Dan ga je natuurlijk een beetje die muziek mee. Als je gaat luisteren naar The Doors, als je gaat luisteren naar Jimi Hendrix. Dat, dat zit, er zit altijd een bepaalde sfeer, een bepaald gevoel, een bepaalde vibe in. En ja, dat, dat sprak die hippies enorm aan. Ja, het beroemdste uh, hippie-festival ter wereld is Woodstock in 1969. Heel groot geworden ook het Kralinger en natuurlijk Pinkpop-festival. Oorsprong een hippie-festival. En zij zagen er ten opzichte van uh, de Noodsums en de Provos heel anders uit. Lange haren, heel kleurrijke kleding. Hadden sandalen aan of blote voeten, hadden allemaal kettingen om. Men vond het soms onverzorgde mensen. Daar waar die nozems en provers best wel netjes uitzagen, vooral die nozems, die vetkuif moest allemaal gelikt zijn, mooi zitten. Ja, waren die hippies dat totaal niet. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van de nozems. Zo zie je dus dat je drie verschillende jeugdculturen hebt met elk een eigen identiteit. En dat ze het heel belangrijk vinden om de eigen ik. Te laten zien aan anderen. En je zag natuurlijk wel dat, met name die oudere generatie niks moest hebben van die nozems. Alleen helemaal niet van die profs en helemaal niet van die hippies. Want ja, die uh, namen allemaal drugs en was allemaal niet goed voor je. Dan moest je niet aan het begin. Oei oei, 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 doe dat nou maar niet, werd dan gezegd. Maar ja, iets tegenhouden, lukt niet. Ik um, zou mogen zeggen, als je een sneeuwbal boven van de berg naar onder laat rollen, die wordt steeds groter. En het onderaan de berg krijg je hem niet meer tegenhouden, is hij zo groot geworden dat hij gewoon on, uh, onhoudbaar is. En dat zie je ook in de jeugdcultuur ontstaan. Het begint klein. Maar het wordt steeds groter en groter en groter. Ja, op een gegeven moment is er natuurlijk geen houden meer aan. En dat komt dus door. Die stijgende welvaart We hebben veel meer um, te besteden. Althans, jongeren hebben veel meer te besteden. We hebben een veel betere toekomst dan hun ouders. En zij willen die toekomst eigenlijk heel anders inkleuren dan hun ouders gedaan hadden toen zij jong waren. Want er zijn nieuwe mogelijkheden. Het gaat beter. Er is meer geld. Er zijn meer mogelijkheden. De technologie gaat vooruit. Er komen auto's. Er komen televisies. Er komen naar raketten naar de maanbewijzen van. En ja, daar wil men graag op inspelen. Dus niet zozeer terugvallen naar het oude. Wat juist die oudere generatie wel uh, van, van plan was, daar we in de vorige paragraaf gezien hebben, denk bijvoorbeeld aan dat behouden van die verzuiling. Dat wil die jeugdcultuur dus niet. Die wil eerst de andere kant op. En dat zorgt nog wel eens voor een hoop uh, frictie, oftewel wrijving, tussen met name de oudere generatie en de jongere generatie. Er zijn hele interessante filmpjes op, daar zal ik zo meteen nog even op terugkomen. Daar kun je natuurlijk uh, zelf eens naar kijken. Heel interessant om te doen. Dat is eigenlijk de wording van de jeugdculturen die we nu kennen. Dat is, uh, dit is het ontstaan ervan. Dus vraag maar als een. Uh, ouders, als ze in de jaren zestig um, een tielenjaar hadden. En hoe zij erbij stonden. Waar waren zij fan van? Wat, wat, hoe zagen zij eruit? Hoe kleden zij zich? Nou, dan kun je heel veel dingen uit afleiden. Of anders ooms en tantes. Opa's, oma's. Um, of de bureau, weet ik veel. Vraag het maar eens na. Het is leuk om daar eens uh, achteraan te gaan. Nou, dan gaan we naar het tweede gedeelte kijken van deze paragraaf. Want daar hebben we het dus over vrouwen. Of jongeren en vrouwen. Die komen ook aan zet. Um, in de jaren vijftig was het heel normaal dat alleen mannen buiten huis gingen werken. maar er was een economische groei, dus er waren meer arbeidskrachten nodig. En mannen konden niet alles oplossen. En er ontstaat dan langzaam de roep om een tweede feministische golf um, uh, in de jaren 60, uh, begin jaren 70. En je krijgt dan dat als vrouwen een baan hadden, een vaste baan, al was dat maar uh, administratief werk, gewoon cijfers overtikken. op het moment dat een vrouw ging trouwen, werd je ontslagen. Zonder pardon, geen gemaar, wegwezen, eruit jij moest voor huis en haard gaan zorgen. En Dat vonden ze natuurlijk niet fijn, want ja, dit is helemaal niet de bedoeling. Wat is er nou van onzin? Daar hebben we geen zin in. Als twee natuurlijk, hè, men wilde kleinere gezinnen hebben. Vanaf 1962 was de anticonceptiepil daar. Grote gezinnen waren vroeger heel normaal. Dan eh, konden ouders, als zij oud werden, toen was er nog geen uh, ouderdomsvoorziening, geen AOW bijvoorbeeld, konden zij terugvallen op hun kinderen. Dus hoe meer kinderen, hoe beter de uh, oude dag van uh, vader of moeder eruit zag. Maar nu is dat veranderd, er komt een verzorgingsstaat op, dus dat is niet meer nodig. Dus de gezinnen hoeven niet meer groot te zijn. Dus er komt een anticonceptiepil. De pil. Abortus is dan tot 1980 strafbaar. Dus daar moeten vrouwen nog mee uitkijken. Maar dan komen ook natuurlijk bij actiegroepen op. Bijvoorbeeld de Dolomina's, Daar kom ik zo meteen nog op terug. Um, die willen dat uh, idee juist radicaal veranderen. He, abortus moet gewoon legaal zijn. Dat is nog steeds een uh, best wel lastig vraagstuk. Um, in hoeverre dat nou wel of niet toegestaan is. Vrouwen zijn ook steeds hoger opgeleid. En willen natuurlijk veel uitdagender werk hebben. Dan eventjes het huishouden gaan doen. Want ja, hallo. Dat is toch makkelijker geworden? Want we hebben een wasmachine gekregen. He, ik, ik pleur die was erin. Ik duw dat ding aan. Een uur later is die klaar. Ik hang het op en ik ben klaar. Daar waar voorheen een uur die was he, helemaal eerst gewassen moet worden. Uh, geweekt. Dan moest er nog eens geschropt worden over uh, het wasbord heen. Dan moest er gekeken worden, is die nog eigenlijk eruit? Nou, dan moest die uh, uitgewrongen worden. En dan pas kon hij opgehangen worden. Dat was allemaal handwerk. En nu komen de machines. He, voorheen had je een bezem in huis. Je ging met de bezem uh, door de woonkamer heen. Of je klopte de tapijten bijten uit. En nu heb je een stofzuiger. Dat gaat heel makkelijk. Met die stofzuiger het huis in. En je bent binnen no time klaar. En die vrouwen hadden zoiets van: ja, maar wacht even. Wij mogen meegaan in dat uh, hoger onderwijs. Dat was in de eerste golf al bepaald. Dat vrouwen meer onderwijs mochten genieten. Um, het huishouden wordt steeds eenvoudiger gemaakt door allerlei uh, technologische snufjes. Wasmachine, stofzuiger, dat soort dingen allemaal. Dus wij willen heel graag meegaan praten. Heel simpel. En dat vinden ze heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld. Um, de, uh, het, filmpje, uh, of de, het filmpje, het fotootje uh, rechtsbovenaan uit het parlement, motie Tenderlo aangenomen. Daarin staat dat arbeid van een gehuwde vrouwen te verbieden uh, en zij nodig de regering hieruit te mee strijdige voorschriften te herzien. Dat wil dus zeggen dat uh, de motie aangenomen is dat vrouwen weer mochten gaan werken ook als, als ze getrouwd waren. Het vond men heel erg belangrijk dat de motie is aangenomen. Dat een gehuwde vrouw in principe gewoon mag gaan werken. De motie spreekt uh, als haar orde uit dat het niet de weg van de staat ligt, uh, arbeid van de huwde vrouw te verbieden. Dat wil zeggen, er moeten hervormingen komen, de vrouw mag wel gaan werken. Nou, je ziet ook hè, de pil staan, dat is een heel belangrijk iets, dat vindt men heel erg belangrijk. Um, met de pil meer mens, men vond gewoon seks buiten het huwelijk heel normaal. Dat vond die oudere generatie natuurlijk weer niet. Nou, die tweede feministische golf die in de jaren 60 en jaren 70 opkwam voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen, ook mannen dachten mee, met name op het gebied van opleiding en werk. Er moest dus gelijkheid komen. Dat wat we ook in de Franse Revolutie gezien hebben: gelijkheid tussen de mensen. Is niet, niet zozeer um, maatschappelijk gezien binnen verschillende standen. Nee, het gaat met name om man richting vrouw. Dus gelijkheid qua opleiding. Vrouwen moeten eigenlijk elke opleiding kunnen doen die ze willen doen. Salaris moet gelijk getrokken worden. Ook de positie op de arbeidsmarkt. Vrouwen moeten ook gewoon net zoals een man. Um, meer uh, voldoende kans maken op een baan. Of bijvoorbeeld kans maken om directeur te worden van een bedrijf. Maar ook gelijkwaardigheid tussen het huwelijk. Man en vrouw zijn gelijk. Niet dat de man alleen maar het geld mag verdienen en de vrouw niet. Nee, mogen het allebei. Vrouwen kunnen ook bijvoorbeeld deeltijd werken en dan bijvoorbeeld alsnog voor de kinderen zorgen. Ja, eigenlijk um, heel simpel. Hij zit er ook rechts onderaan. Hetzelfde loon. Man en vrouw maatschappij. Nou, we moeten gewoon hetzelfde loon kunnen betalen. Gelijk loon is gelijk werk. Heel simpel. En um, de Dolomina's die waren met name de baas in eigen buikactie die ze in de jaren zeventig uh, gevoerd hebben. Die proberen gewoon eigenlijk um, het, de positie van de vrouw zeer goed te verbeteren. En dan ging het ook met name natuurlijk over het uh, um, uh, krijgen of het hebben van uh, het recht van op abortus, dan moet ik het zeggen. Want dat wilden ze ook heel graag. Op het moment dat zij um, daar geen recht over hadden, hadden ze het idee van we hebben niet het recht over ons eigen lichaam. Dus daar was de Dolomina voor. En de uh, MVM, de Man-Vrouw-maatschappij. Die zetten zich natuurlijk in voor die uh, gelijke rechten, betere scholing, uh, werk, goede kinderopvang, uh, eerlijke verdeling van het huishoudelijke taken en nou, dat soort dingen allemaal. En dat is eigenlijk dus die uh, tweede feministische golf in principe. Nou, ze strijden voor heel veel dingen. En ja, op een gegeven moment, als de roep van de maatschappij zo groot is, we hebben dat de afgelopen tijd ook gezien, hè, bijvoorbeeld met onze middelbare scholen tijdens de coronacrisis, op een gegeven moment zeiden de regering van ja, uh, met zoveel mensen mag niemand meer bij elkaar komen, maar iedereen moet gaan thuis gaan werken, maar scholen blijven open. Nou, dat heeft een hele grote verontwaardiging teweeggebracht... gebracht. Waarop men een dag, anderhalve dag later zei: Nou, de scholen gaan ook gewoon dicht. Uit druk van de maatschappij kan er een hele hoop gaan veranderen. En dat kunnen we ook zien. Want de overheid gaat de kinderopvang beter regelen. Meer deeltijdwerk in uh, werking stellen. Zodat vrouwen konden blijven werken. Meisjes, dames, mogen dus ook naar school. Konden betere scholing krijgen. Niet alleen maar naar uh, de huishoudschool. Nee, ze kunnen ook andere dingen doen die ze dan zelf leuk vinden. En vrouwen die mochten ook zelf gaan bepalen of ze zwanger willen worden door de pil. Dat vonden ze heel erg belangrijk. Voorboedsmiddelen waren er nog niet um, zo heel erg goed. En de pil was er een heel goede eerste stap in. Wil ik een kind krijgen, ja of nee? Wil ik het niet? O, dan leg ik even de, de PowerPoint weg. Wil ik het niet, dan uh, heb ik daar ook geen zin in. Ik wil dat zelf kunnen bepalen. En ook als er een ongewenste zwangerschap plaatsvindt, nou, dan willen we natuurlijk ook uh, abortus um, kunnen plegen. En in 1980 is dat legaal geworden in Nederland. Dat is nog niet zo heel erg lang dus. En dat was voor de mijlpaal, mijlpaal voor de feministen heel erg belangrijk. Nou, mocht je nog interessante zaken willen gaan checken, dan zou je deze video eens kunnen aanklikken. Als je de PowerPoint opent op It's Learning, dan kun je gaan kijken naar een aantal prachtige documentaire stukjes over de jaren 60. Dat is een heel interessant stuk. Als het nou gaat om de politiek, gaat het om de economie, gaat het om het sociale aspect of gaat het om het culturele gedeelte. Het is allemaal even interessant. Er gebeurt heel erg veel. Alles in de jaren 60 staan de feiten op zijn kop. En een aantal protestliederen, ik heb er al een aantal genoemd, bijvoorbeeld Bouleau en de Groot, van Rusten, meneer de president. Times are Changing van uh, Bob Dylan. John Lennon heeft muziek gemaakt. The Doris heeft muziek gemaakt. Kortom, genoeg materiaal om naar te kijken. Er zijn nog hele leuke websites over gemaakt over muziek uit de jaren 60 en hun betekenis in de maatschappij. Nou, nog even de korte herhaling. Wat veranderde nou in Nederland door de jongeren- en vrouwenbeweging? Nou, de jeugdcultuur ontstaat mede omdat die uh, jongeren een betere opleiding kregen, meer geld verdienden. Het Americaniseringsproces op gang kwam, consumptiemaatschappij kwam. En de uh, cultuur in Nederland, de jeugdcultuur, die zorgt voor veranderingen. Denk, denk bijvoorbeeld aan de nozums, die een heel andere uiterlijk hebben dan uh, de ouders, uh, aan de ouderlijke generatie. Denk aan de provo's, die provoceren, dingen proberen te regelen. Het witte fietsplan, het witte huizenplan, um, anti-oorlog, uh, denk aan de hippies bijvoorbeeld. Er ja, worden uh, maatschappelijk gezien een aantal uh, processen in beweging gezet. Om ervoor te zorgen dat het steeds beter gaat in heel de wereld. En de resultaten van de tweede feministische golf. Die zijn met name um, op het gebied van gelijkheid tussen man en vrouw binnen het huwelijk uh, geregeld. Deeltijdwerk voor dames. Kinderopvang regelen. Uh, de pil. En het later krijgen van de legalisering van abortus in 1980 vinden ze heel erg belangrijk. Kortom, een heel interessant stukje historie. Wat nu nog steeds um, staat als een huis. Dan het uh, huiswerk voor uh, week 5x26. Week Ik zei het je al. Jullie mogen daar aan werken tot dinsdag 23 juni. HAVO maakt opdracht 2, 4, 5, 6 en 8 tot en met 12. En het VWO maakt 1 tot en met 6 en opdracht 8, 9 en 10. Ik wens jullie daar heel veel succes mee deze week. En um, we zien elkaar vast wel op school nog een keertje uh, voorbij huppelen. Voor nu succes!